ja, ja. Maar nou, met één camera. Nou ben jij Sergio Ramos, Kroos, Ronaldo, Benzema. Ga je toch met goede hoop dat veld in? Je denkt wel dat wel leuk. En je denkt van, nou, ja, lekkere wedstrijd. We gaan anders voetballen. We gaan lekker even erop. En dan word je gewoon helemaal gedeclasseerd. Gewoon, totaal. Met Sieter Vos op de tribune ook nog. Ik heb het betrouwbare bron gehoord dat Ronaldo voor de wedstrijd in de kleedkamer gezegd heeft... als die Derksen zegt dat wij winnen... Ja. Die is natuurlijk niet gek, hè? Nee, maar weet je... Maar heb je genoten van Sieter? Wel allerlei mensen weten ook. Weet je wat zo leuk was, Wilfred? Dat op een gegeven moment leek het net of ze niet meer wilden. Maar ze durfden gewoon niet meer. Nee, het werd zo pijnlijk. En wat is die... Heb jij gezien die wedstrijd? Nee, ik heb de radio. Nou ja, godverdomme. Hebben jullie geen tv in Duitsland? Er gaat er een Barcelona op de radio luisteren. Je kan alles op de radio luisteren. Echt alles. Nederlands elftal, Bochum. Ja. Alles kan je behalve. Maar Barcelona op de radio luisteren, dat doe je toch niet? Mijn werkzaamheden voor Fox. Ik moest naar de Graafschap tegen Groningen. Ja. Dus ik was onderweg. Nou, wat is het verschil? Ja. Hey. Ja, die Busquets is goed ook. Ja, maar zo verspeelde zichzelf natuurlijk ook een beetje met het middenveld. Ik bedoel, hè? Ja, maar het is een soort wondervoetbal. Het is niet te geloven. Maar niemand heeft dat. Niemand kan zo... Ik heb nog nooit een team zo goed positiespel zien spelen als Barcelona. Bij die goal van Suarez hebben ze hem gewoon 73 keer op elkaar gespeeld. Ja. Maar al die 73 keer, dat waren alle 73 de paas waar hij echt naartoe moest. Ja. Nou, dat is zo bijzonder. Want hij komt toch een keer bij Bruna. Ja. En die gaan nog even waar hij volstrekt niet naartoe moet. Nee. En dan ben je de beet kwijt. Dat hebben hun niet. Nee, hun hebben het alleen een heel klein beetje... Dat is ook zo leuk. Daar doen ze ook een heel klein beetje voorzichtig mee met die Mathieu. Ja. Daar doen ze een beetje voorzichtig mee, want ja... Die geven ze makkelijke balletjes. Die willen nog wel eens op zijn schaats nemen. Ja.